komen en met onvrede in de koop blijven staan. Ja. Nou, het zou wel consequenties kunnen hebben, ook voor de asielzoekers. Problematiek, dat is ja. het volgende hoofdstuk van dit gesprek. Want BBB heeft aangekondigd tegen de spreidingswet te zullen stemmen. Nou, In welke vorm die spreidingswet vorm gaat krijgen, is nog helemaal niet duidelijk. Want de staatssecretaris moet komende vrijdag opnieuw met een nieuw voorstel naar de ministerraad. Nadat zijn eerdere wetsvoorstel is afgeschoten door de Raad van State. U wilde als voorzitter van die regio iets langer blijven om dat hele proces... Te te begeleiden. Er is ook nog een kans dat die hele spreidingswet er gewoon niet komt. Ja, we moeten constateren dat het goed is dat ik als voorzitter ophoud. Want er is altijd uh, wel iets wat blijft liggen wat niet uh, lukt. Nee, ik, ik maak me over die bespreidingswet uh, best wel zorgen. En daar zal de verkiezingsuitslag vertaald in eerste kamerzetels... Uh, uh, dat maakt het niet, uh, niet beter uh, of, of die gaat halen. Het wordt al spannend waar het kabinet mee komt. Hè, want het was, de kritiek van de raad van State was al best wel fundamenteel. Ja. Dus de wet zal in ieder geval eenvoudiger moeten worden. Maar ik denk dat uh, voor een aantal partijen dat helemaal niet uitmaakt... Of die Wet, uh, nog eenvoudiger wordt. Die willen gewoon niet dat fenomeen van die spreiding... omdat ze een andere idee hebben... hoe we mensen uh, buiten dit land kunnen gaan houden. Ja, daar is die wet niet voor bedoeld. Die wet gaat er juist voor om het eerlijke ver... in dit land te uh, verleven. Zodat niet een paar gemeenten de last dragen... en andere uh, bij wijze van spreken ja. niet. Maar, kan uh, u, maar ja, de wet wordt u... wel... in dat frame geduwd, helaas. Ja, maar vreest u dat die wet er überhaupt niet komt? Ik heb daar wel vrees voor dat hij het uiteindelijk niet gaat, gaat halen. Ja, en ja, dat is heel erg te betreuren. Maar ik heb al vaker, ook bij uw programma gezegd. Uh, kijk niet. Per se naar de letters van die wet. Maar de intentie van de wet. Ja. Heeft al een positief effect. Want dan gaan we meer verantwoordelijkheid nemen. Ik weet gewoon dat niet alleen in mijn gemeente. Niet alleen in gemeenten als Amsterdam of een Buddel of bij Ter Apel. Heel veel gemeenten zijn nu bezig met plannen. Om toch uh, met die wet aan het achterhoofd. Uh, wat opvang te gaan realiseren. Ja. ja, De vraag is hoe dat enthousiasme. Als je het zo mag noemen. Ja. die drive. wat daarvan overblijft. als die wet. definitief van tafel zou gaan. Nou, dat zou echt wel erg zijn. Beantwoord u die vraag eens? Ik denk dat er een aantal gemeenten dan toch wat meer in de wachtstand gaan zitten, omdat eh, kijk niet alleen verdwijnt aan de wet, maar dan is het ook volstrekt onduidelijk hoe het wel moet. En dan vind ik het niet heel erg onlogisch. Ik betreur het, maar ik vind het niet heel erg onlogisch dat er dan gemeentebestuurders zullen zeggen: daar gaan wij eens even afwachten hoe het verder moet. Ja. En wat is dan in noord dus niks. Hè? Nee, dan gebeurt er dus niks. Nou, en dus maar. hebben we heel veel problemen en moeten we ja. weer dingen doen. Wat, wat is had, uw want, voorspelling? Want we, we gaan richting het voorjaar en we en een tijdelijke noodoplossingen zullen nodig hebben. Hè? Net zo eentje zoals we nu in, in Nijmegen doen. We twaalf. 100 mensen op een sportterrein. Ja, op een waar weer Ook weer de kritiek van uh, bewoners daar moet horen van waarom doet Nijmegen dit weer? Ja. Dat zal dan nog heftiger worden, dat scenario. Ja. Dat kost de belastingbetaler nog veel meer geld. Dat gaat ja. echt om miljoenen. U, u wordt er echt koud van hoeveel al die tijdelijke opvangen kosten. Terwijl de weg vooruit uh, een aantal goede structurele uh, forse opvangen. die ook nog eens goedkoper zijn. meer rustgevende samenleving. juist bij de mensen die zich zorgen maken. Hm. Ja, dat scenario verdwijnt dan een beetje aan de einde. Dus dat is echt heel slecht. En komen we dan opnieuw terecht in een asielcrisis? Ja, uh, de opvangcrisis is niet gestopt. Hè. Uh, we hebben wel richtingen ingeslagen waar die spreidingswet dan een onderdeel van is. Het is niet uh, de oplossing voor alles, maar wel een onderdeel is. Ja, ja als die richting uh, uh, niet mogelijk is, dan uh, dan dan wordt die crisis natuurlijk heftiger. Dan wordt hij gewoon heftiger. En hij is al heftig. Hè. Ik bedoel, ja. we moeten 10, 20.000 plaatsen geloof ik de komende twee maanden komen simpelweg omdat we onvoldoende structurele opvang hebben. Ja, ja beste mensen, ik weet niet of we dat nou elke jaar gaan. Elk jaar drie of vier keer willen gaan doen. Maar uh, dat, dat gaat niet. Dat, dat houdt niemand vol. Je kunt nee. menselijkerwijs, uh, denk alleen maar onze staatssecretaris, dat is toch niet ver dat we die man met deze klus steeds zou kunnen blijven rondduwen? We hebben toch ook een samenleving willen een verantwoordelijkheid naar elkaar? Nou, bedoel, ja. uh, er is wel een bestuur. Hè? Dit kabinet heeft wel een politieke meerderheid uh, in de Tweede Kamer. Uh, daar hebben we voor gekozen. Uh, we moeten wel iedereen ook wel een verre kans geven om iets uit te kunnen voeren. Dit gaat zo niet. Nee, nou ja, er zijn al veiligheidsregio's. Neem die van Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven. Die hebben gezegd, crisisnoodopvang, daar is geen draagvlak meer voor. Wel voor de, de opvang van asielzoekers in structurelere ja. zin. Daar is de staatssecretaris, die hem citeerde, iets te kort door de bocht gegaan. Althans in de ogen van Dijsselbloem zelf. Ja. Um, maar die crisisnoodopvang, waarvan u ook al een paar keer heeft gezegd... dat is niet vol te houden, nee. dat stopt binnenkort. En iedere keer wordt het weer verlengd. Daar zit een einde aan. Ja. Maar goed, eh, ik weet dat ook een eindhoven-regio, men inderdaad ook in die structurele opvang bezig is. Laat, dus laten we dat wel voorop houden. Het verschil zit er misschien wel in dat ik dan wel reteneer: ja, in die tussentijd, en daar zitten we nog steeds in, ja. laten we ook geen mensen buiten liggen. Want de illusie dat we een hek rond het land hebben en die mensen dan niet meer komen, nee. eh, die heb ik toch echt eh, al, al een aantal jaren geleden achter mij. Nou ja, eh, ja daar is Rutte ergedaan. nu eh, mee eh, op pad eh, binnen Europa. En hij gaat met de Italiaanse premier richting Afrika, zal ik maar zeggen. Zeggen, dus hij doet maar dat eigenlijk... helpt niet voor de komende maanden. Nee. Kokkerman. Dat nee, dus we gaan de, hoe zien Kijk die komende maanden er dan uit? Meneer meneer die is ook tot 1 november uh, bedacht en dan gaat hij weer uh, dicht. We hebben echt de komende maanden uh, echt duizenden plaatsen uh, nodig. Het liefst structureel, maar in ieder geval uh, tijdelijk. Dus ja, tuurlijk moeten we voor het structurele pad gaan. En uh, hoe het uh, gaat in Europa, de afspraken, uh, mijn zegen hebben ze. Maar ja. ik constateer dat dat dit jaar niks zal helpen. Dan staan wij dus aan de vooravond van een nog grotere asielcrisis. Dan staan we aan de vooravond van een, een voortgezette zoektocht uh, van uh, tijdelijke opvang, gepaard ook een structurele oplossing. En er zijn genoeg gemeenten. Erger dan voor de jij? slag? Um, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo voorspellen. Het is dus in ieder geval de komende maanden staat op het spel. Dat, wat tot dusver een prognose is. Hè, de komende maanden moet gebeuren. En na de zomer. Dan uh, komen er namelijk al wat meer uh, permanente voorzieningen erbij. Dan wordt de druk wat minder. Maar dat is een voorspelling. We hebben gezien dat dit heel onvoorspelbaar is. Hoe gaat het met de oorlog in de Oekraïne? Vergeet niet, hè. Ook die mensen komen nog steeds naar ons land... en hebben rechten op opvang. En hoe degenen gaat het in lang, ja? Hoe gaat het in Eritrea? Hoe gaat het in Syrië? Ja. Uh, het, het zijn allemaal van die onvoorspelbaarheden. Uh, wat ik wel weet, is dat je gewoon moet instellen als Nederland... op een blijvend groot aantal vluchtelingen... Uh, die Sula zoeken in ons uh, ja. uh, land. En ga maar na als je zelf... Uh, alles aan het verliezen bent, als je enige optie is ofwel de dood door een dictator, of dan maar een onzekere tocht naar West-Europa, dan zouden wij allemaal voor de laatste kiezen. Ja, maar er is desalniettemin toch een discussie ook binnen de huidige regeringscoalitie, ook in uw eigen partij en in de VVD, dat het langzaam had. Uh, klaar is dat het te veel is. Nou ja, kijk, en dat is ook bij uw partij ja, het geval. Dus ja, als ze er, er al zeker. op stikstof niet uitkomen, is dit het volgende hoofdstuk waar het heel spannend wordt nou, bij ja, het weet voortbestaan wat het is, van dit kabinet. Kijk, dit vindt allemaal plaats. Uh, als dit nou de enige discussie die we hadden in dit land. Hè, hoe gaan we om met de opvang van vluchtelingen uh, en welke keuze we maken? Maar er zijn natuurlijk een heleboel uh, ja, forse thema's in spelen. En dat in een samenleving die aanvoelt dat de wereld niet meer is zoals 30, 40 jaar geleden, dat je echt onderdeel maakt van allerlei wereld. De bewegingen uh, waar je heel weinig invloed op hebt. Dat ja. geeft een gevoel van machteloosheid, ja. wat dan weer allerlei uh, stembus uitslagen ook wat meer uh, ja. uh, verklaart. Ja. Dus het belangrijkste is dat we als uh, politici, op welk niveau en welke functie we ook actief zijn, ja. uh, niet weglopen voor de dilemmas die erbij liggen, maar wel ook de rust bewaren. En onze verantwoordelijkheid innemen. En durven ja. zeggen tegen mensen. Ja, wij moeten een keuze maken. Die is niet ideaal. Die zal ook nadelen hebben. Maar we gaan er wel uh, ja. voor. Uh, de de verwarming die ik nu soms in het haaksrequis zit. Waar we wel heel veel ruimte bieden aan de discussie met elkaar. Maar niet de besluiten kunnen nemen om iets door te zetten. Neem bijvoorbeeld een spreidingswet. Is op lange termijn veel funester voor het vertrouwen wat burgers uh, mogen en moeten hebben. Ja. In hun uh, politici. Dan uh, nu maar door de zure appel heen. Uh, uh, bijten. En ik pleit u... ervoor: durf door die zure appel heen te bijden. Ja. en deel dat ook met iedereen. Daar moet je je democratische kracht in zoeken en niet ja. in te denken: we, we zeggen wel.